Welkom bij weer een nieuwe weekvlog waarin Marie nog steeds zwanger is. Help! Het is echt mega. Het is vandaag de dag dat jullie en ik een nieuwe auto mogen. Kijk nou, twinning is winning. Ik ga met Mike de babykamer afmaken. Snap je het? Wow, als je me inzet. Ja! En voor de rest ga ik de kerstboom opzetten. Ik ben echt met Mike echt puntje lang bezig met de puntje liggen. Het is nog steeds een knoop. Ik heb je erin geluisterd. Ja, maar ik ben nu al klaar met die kerstboom. Dus dit was nog wel een vlog met de buik. Dat hadden wij niet bedacht. Wish me luck. Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog waarin Marie nog steeds zwanger is. Nou, dat weten we niet, want we filmen dit nu op vrijdag. Dus misschien heb je het. En deze vlog komt zondag. Dus wie weet, maar in ieder geval nu nog wel een dagboeksetting met een buik. Dat hadden Jules en ik eigenlijk niemand verwacht. Nee. Ik ben dan 40 weken. Maar ja, kan nee. Natuurlijk. Oh, zondag wel ben ik 40 weken. Zondag ben ik 40 weken. Dus heel spannend. Sorry. Maar ik heb dus nog allebei hebben onze baby's in de buik met deze dagboeksetting. Dus dat is wel hartstikke leuk. Gelukkig ik nog wel, maar ik heb nog wel 3 maanden. Maar ik had niet gedacht. Ik dacht echt dat jij eerder zou bevallen. Ja, stom. Mag echt stom. Ja, ik kan niet meer wachten. Nee, het is echt nu. Lijkt me echt even je buik laten zien. Misschien is dit wel echt het laatste momentje. Ja. Aan het ontploffen. Het is echt mega. Ja. Maar je ziet wel dat hij al zeg maar laag is. Ja, ze is al wat meer naar beneden. Want hier ben je al heel slank. Ja. Hoe zeg je dat? Dat het echt... Ja, hier is al weer ruimte vrij, dus... Wat baby, een kanon. Come out. Ja. Maak je daar niet mee. Die denkt. Wow. Wat je allemaal deze week nog gaat zien is, wij hebben nieuwe auto's gekocht. Ik ga met Mike de babykamer afmaken. En je laat ook nog de laatste kijkjes nog van mij zien dat ik in bed lig. Helemaal moedeloos met de buik dat ik het zat ben. En we gaan de kerstboom opzetten. Dus allemaal heel erg leuk. Dus blijf kijken. En blijf abonneren. Love. Vrienders. Vandaag zondag en Mike en ik die gaan de babykamer in elkaar zetten. En het wordt echt heel veel werk, want niet Amelie hebben we alles besteld. We hebben commode, een bedje voor aan het bed en een kast. Noem je dat een bedje of noem je het een wiegje? Weet je dat? Nee. No. En hier zijn ook nog 3 grote pakketten. En hier wordt een ander verschoven. Het is nu echt een zooi. Het is echt gewoon where to start. Maar goed, we gaan die kast proberen te verschuiven. Zodat daar een hele wand voor de kleine kunnen maken. En dit dan hierheen te kunnen schuiven. Maar hier staan al zoveel kasten. Maar goed, we hebben gewoon heel veel kleding, hè. Dus ja. Het is even niet anders. We zitten even in een huurhuisje. Stinky, kom. 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 We zitten even in een huurhuisje tot ons ander huis af is. Dus we moeten even roeien met de riemen die we hebben. Ik kom daarheen, schat. Dan zie ik je weer buiten. Gaan we plassen. Dus dat gaan wij op deze mooie zondag doen. Ik wil elke keer zijn naam zeggen, maar ik ben bang. We gaan de kamer klaarmaken. Dus 3 pakketten binnengekregen. Mike heeft wel wat opgeschilderd, Picasso. Ik ben benieuwd. Mike's vader gaat ons helpen vandaag. We kunnen niks kwijt voor de babykamer. Alle spullen liggen hier. En liggen allemaal hieronder. De kasten puilen uit. Dus het is momenteel even niet anders. Genderbord hebben we ook nog bewaard. Ik ben ook zo'n persoon die niks weg kan gooien. Gewoon helemaal niks. Ik was altijd heel handig. Nu denk ik echt, waar ga ik alles laten? Dan onze woonkamer. En dan willen we dus in verlenging van de tafel hier de box straks kwijt. En dat is op zich wel prima. En de rest is hier gewoon heel clean en strak. Dus dat gaat nog wel, hè, Stink? Hier is het minder troeperig. Wordt nu wel heel echt. Moet je hem niet gewoon recht zetten, schat? En gewoon eruit tillen? Niet veel, maar. Wat dan? We zijn allebei vandaag in vreselijke jogging. Oh, daar zit een wiegje. Woe, wat gaat er gebeuren, Stink? Dit is dus de kleur die we hebben uitgekozen. Het is lichtgrijs. Hij matcht echt onwijs goed bij dit kleed. Dat is ook echt wel heel leuk eigenlijk. How nice. Dit wordt het wiegje, hoe die hierop staat. Snap je het? Ik ben zo blij dat jouw papa komt helpen. Oh, ik snap het gewoon nu al niet. Terwijl het heel makkelijk is, maar ik weet niet echt goed. Ik geef de schuld aan mijn zwangerschap. Snap je het? Oh ja, wel even goed de instructies doorlezen. Knappert. Daar krijg ik een kindje mee. Nee, 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 nee. Nee. Met jou. Een jongetje. Oeh, oeh, oeh. Oeh, 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 oeh. Wat zei je? Wat zei je? Zeg nog 1 keer. Ik kan op gevoel doen. Gewoon op gevoel. Maar ik wil gewoon zeg maar zelf zijn eigen dingetjes doen. Ik wil naar het eindplaatje kijken en dan... Oh, elke keer als wij iets in elkaar aan het zetten zijn... We krijgen wel een ruzie. We krijgen geen ruzie, maar jij wilt op je gevoel afgaan. En dan moeten we het uiteindelijk toch iets anders doen, omdat we dan een schroefje over hebben of... Ja, mis, maar gevoel gelijk. Laten we wachten op je papa. Ik hoop dat onze zoon misschien een bouwer wordt. Nee.
Nee, astronaut. Oh, een astronaut. Is ook een heel makkelijk leuk beroep. Oké, we wachten even op zijn paps, want dit zie ik niet rooskleurig in. Oké, Rijk zit er lekker in de ballenbak. Hé, Rijk! Vree en mij proberen het beetje in elkaar te zetten. Ja, ik probeer dit gat te vinden. Oh, kijk, kijk! Oh, nee, de ballen vallen eruit. Is ze liggen? Nog meer ballen die eruit vallen. Ik kan hem zo pakken. Ik ga stuk. Ik kwam er niet uit op mij. Vrees van wat in een engel. Michel, in. En in. Ja, ik denk het ook. Maar dan vraag ik me toch echt af. Waar dit gat voor is. Dit moet nog weg. Anders wordt het kinderwar. Oké, dit is een baby. Heb je lekker theetje? Voor mij, hier lekker. Nee. Oh, voor jou. Dus B moet aan bij de laatste. Ja, dus B moet hier. Oh, je wilt nog een beetje water? Ja. Kijk eens. Heb je het? Dan is dit toch nee. Ja? Tevreden heeft een slokje van de thee. Rijk, geef je mama een theetje. Kijk dan. Dan gaat het toch niet? Nee, ja, dan niet. Nee. Lekker? Goed zo. Maar ja, het staat al bijna. We zijn al heel ver. Misschien moet hij wel nog uit elkaar straks. Ja, dat zien we zo nog. Oh ja. Oh, als je hem inzet. Ja. We gaan een lampje branden. Oh, wat een vast hier. Ping, ping. Oh, dat is echt tof. Alleen nog hier lang vast. Ja, we zijn al gewoon klaar. Ja, Timon. Lekker bezig. Timon. We hebben heel veel schroefjes over. Ja, maar waar we die nog zijn. Oké, wat gaan we hier? Die twee lang horen bij deze schroefjes, die lossen. En deze, die twee horen hierbij. M en L. Ik ga nog even opzoeken waar we die moeten plaatsen. Deze L hebben we nog niet gedaan. Nee, precies. Die moet daarin, dat hebben we net ook gezegd. Toch? Dat is deze. Oh, die R'tjes. Ja, die horen af bij de L. Oké. Ja. Okay. Is lekker? Wel. Het is gewoon gelukt hoor. Hey. Woehoe. Gelukt. Gewoon ready. Ik vind het echt grappig dat dit ons gewoon is gelukt. Okay, we zijn gisteren een heel eind gekomen. We hebben de commode en het slaaplichtje in elkaar gezet. Dat ga ik zo voor jullie filmen. De kast, we waren uitgeput. Dus dat gaan we vandaag doen. Vandaag komen Romee en Daan ons helpen. Aangezien Mike en ik niet echt... Nou, we kunnen wel dingen in elkaar zetten. Want tot nu toe hebben we alles wel in elkaar gezet. Maar het duurt gewoon wat langer. En hun zijn er wat beter in. Dus die gaan ons helpen. Dus ik ga me nu make-uppen. En dan ga ik me aankleden. En dan zal ik even laten zien wat ik vandaag aandoe. En ik zal mijn buik wel even ondertussen aan jullie ook laten zien. Hier, kijk. My baby belly. Ik ben dus heel vaak gewend om mijn buik in te houden en recht te staan. Ik weet niet of meerdere meisjes last van hebben. Dus af en toe moet ik mijn buik echt loslaten om een goede buik te laten zien. But this is my baby belly. Oké, my sister is here. Sister! Ja! With the dogs. En ze zijn bezig met de kast. De mannen. Dus één joy. Let daar niet op. Kijk eens aan! Dit moet uiteindelijk een hele mooie kinderkamer worden. Gaan we wel regelen. Nu is het gewoon één zooi. De kast is gewoon klaar. Heb je ook wat gedaan, lief? Ja? Nu moeten we het nog netjes gaan maken hier. Maar voor nu is dit de update. We hebben eindelijk alles in elkaar gezet. Ik ga het jullie laten zien. Ik heb onwijs veel opgeruimd met Mike. Het bedje stond eerst hier. Het staat nu daar. De kast, de commode is helemaal in elkaar gezet. Mike en ik hebben gekozen van Petite Amélie. De commode in het grijs. Was eigenlijk Mike's idee. Hij zegt ik vind het wat leuker dan wit. We moeten de muur nog verven zoals je ziet. Maar ook de kast in heel mooi grijs. En ik moet zeggen dat hij eigenlijk wel gelijk heeft gehad. Het moet nog allemaal worden ingericht hoor. Maar ik heb de lades wel al helemaal op maat. Alle rompertjes en alle nude kleurtjes. En grijs en wit is eigenlijk basically de kast. En hieronder de doeken alvast. Ik had flesjes gekregen van Hagen. Ik moet even kijken hoe het werkt. Want ik ben met alles echt vrij nieuw. Nou, die hebben we ook gekregen. Superleuk raketje. Dit is nog van de raketje. Superleuk astronautje. Dit is nog van onze genderparty. Maar die is helaas gebroken. Dus die moet ik even maken. En dan komt hier de kledingkast.
Ik had dus 50 hangers besteld. Want ik denk, dat is echt prima. Maar alle hangers zijn dus op. Dus ik kon niet alles ophangen. Ik heb hier even de schoentjes neergezet. De knuffeltjes. Mijn oude boekjes. En wat ik dus echt heel leuk vind. En heel schattig. Is heel veel breiwerk. Ik heb echt heel veel pakjes zoals dit. Met een bijpassend mutsje. Moet ik het nog op maat hangen. Ik kan het zo voelen dat ik niet eens kan terughangen. Maar wat ik dus ook echt heel leuk vind. En dus ook echt heel erg over de top is. Dat weet ik. Maar I can't. Hoe beeldig is dit? Dat, ik heb twee hele dure pakjes eigenlijk ertussen zitten. En voor de rest heb ik eigenlijk alles bij de H&M en Zara gekocht of gekregen. Dus ik heb ook heel veel pakjes gekregen. Maar dit teddy spul, nou ik vind het gewoon geweldig. Maar ik heb heel veel vintage gekocht. Ik heb dit boekje voor €12,50. Op vintage gekocht ook. Ik ben heel veel vintage aan het kopen. Ik heb dus heel veel van die leuke broekpakjes. Dus ja, en dan kan ik dan weer heel leuk combineren met deze mini schoentjes. Heb ik ook gekregen van mijn zus en mijn ouders. Dus ja. Echt, ik vind dit ook echt niet normaal. Teddy schoentjes. Deze Gucci had ik van de Gender gekregen. Die had ik zelf gekocht. Die vond Mike heel leuk. Een beetje kak. En dan deze had ik toen ik bekend maakte dat ik zwanger werd. Vroeger heb ik altijd alles als Burberry gedragen toen ik een klein meisje was. Vraag niet waarom. Ik vond het toen al leuk. En dat heb ik eigenlijk nu ook doorgevoerd. Ik heb heel veel zwart, grijs, crème, nude. En eigenlijk allemaal van de Zara of H&M of gekregen. Dus daar weet ik de merkjes niet van. Ja, dit wilde ik eigenlijk niet laten zien. Maar goed. Dit is my life at the moment. Uit de kinderkamer zijn 4 kasten gehaald die nu in mijn slaapkamer staan. Waardoor het best krap is. Maar goed, dit moet ik dus nog helemaal op kleur hangen. Ik heb daar ook nog kasten. Dus dat moeten we nog gaan doen. Die kast daar heb ik wel al helemaal gesorteerd. Dus daar ben ik heel blij mee. En voor de rest, ja, moet alles nog helemaal netjes worden gemaakt en schoongemaakt. Maar goed, we zijn goed op weg. We krijgen nog hele leuke aankleding qua kleden en qua versiersels. Want het is nu gewoon echt heel kaal. Ik vind voor een kinderkamer dat het wel iets, ja, feestelijk wil ik het niet noemen, maar iets gezelliger moet. En dit is in elkaar gezet door mijn lieve schoonpaps en zwager Dani. En Vree heeft ons geholpen met het wiegje. Die staat trouwens naast het bed. Hier staat het eindresultaat van het wiegje ook in het grijs. Ik weet dat ik hem niet naast een radiator mag zetten. Alleen die is momenteel uit. En het kindje is er sowieso nog niet. Ik moet nog even een leuk matrasje overtrek kopen. Maar ik denk gewoon dat dat heel clean ook weer wordt. En dan moet ik mijn bed natuurlijk nog eraan schuiven. Maar dit is het bedje. Dat hebben wij goed gedaan met mijn nicht en Mike. Echt leuk aandenken ook dat we met onze familie de kinderkamer ook hebben aangekleed. Ik was altijd heel slordig en ik ben ik nog steeds. Maar nu merk ik door mijn zwangerschap dat ik het iets minder ben. Dus nu wil ik opeens ook alles helemaal op kleur hangen. En ook alles in mooie bakjes doen. En dat ik weet waar alles ligt terwijl ik normaal nooit eigenlijk had. Dus ja, dat is wel ook een dikke dingetje van zwangerschap. Ik opeens heel netjes word. Ik dan. Terwijl ik altijd heel slordig ben. Oh ja, deze wil ik laten zien. De beer. Heb ik ook gekregen. Hallo. Dus ja, nog eventjes wachten. Ik ben nu 24 weken. Ik krijg ook echt wel een buik. Zoals jullie zien. Hoort er ook allemaal bij dat je lichaam verandert en dat alles groter wordt en voller wordt en dat je kleding niet meer past. Dat zijn allemaal dingetjes waar je mee aan moet wennen. Dat je niet meer alles mag eten, maar ik krijg het heel mooi voor terug. Dus ja, ik ga even lekker chillen op de bank. Ja, de babykamer. Heel veel mensen hadden er al de vraag naar. Ja. Laat in deze weekvlog laat je wel het begin zien, maar nog niet het resultaat. Nee, ik laat het wel, ja, dat het allemaal staat, maar nog niet opgeruimd. Ik moet ook zeggen, alle andere spullen komen ook pas eind deze maand binnen. Van het kleed, de stoel, ja, spiegels, schilderijen. Echt puur dat het gezelliger maakt. Die, ja, zijn echt de nodige dingen. Nu zijn echt, ja, we hebben alles besteld bij Petit Amélie dan. In het licht grijs, dus de kast, de commode en het wiegje. Dus dat vonden wij zelf heel erg mooi. Dat hebben we in elkaar gezet als familie. En dat was eigenlijk heel hilarisch. Want eerst heeft Vree met ons kleine Rijkje, ja, geholpen met het kinderbedje. Wat had je daar opgebeld? Nee, ze kwam eigenlijk langs. Ja, we wonen allemaal heel erg dicht bij elkaar. Dus ze zou ik even langskomen. Ze zei, natuurlijk, zeg maar, ik ben met een bedje bezig, maar het lukt me niet. En toen zei ze, oh, dat lukt me wel. Maar uiteindelijk was het nog best wel een struggle of zo. Want die instructies waren wel duidelijk, maar ook weer niet. Dus je moest continu terugkijken hoe of wat. Naar welke stap je bent geweest. Naar welke stappen waren geweest. En we waren denk ik ook gewoon ik dan. Voornamelijk ik. Ik kan nu niet meer zo heel goed nadenken of zo, zeg je dat? Ik kan het niet allemaal heel goed meer. Ja, en ik heb eigenlijk hetzelfde, maar dan in het wit. Ook bij Petit Amélie besteld. Het co-sleepertje hebben we allebei hetzelfde. En verder, ja, wel een andere kast. Maar ja, alles wel in het grijs. Straks met het totale thema en het idee wat je hebt. Met die aankleding is het denk ik wel een heel gezellig kamertje. Ja, eigenlijk hebben we het. We gaan het niet zo heel groots neerzetten. Of groots. We gaan wel een kinderkamer maken. Maar eigenlijk gaan we volgend jaar verhuizen. Dus de baby is wel in dit appartement. Maar als het goed is, gaan we daar binnen een halfjaartje uit. Dus we vonden het zonde om het
echt helemaal over de top te doen. Ook omdat het natuurlijk een huurhuis is. En Jules heeft echt mij gaan naar het nieuwe huis. En daar wordt alles anders. Dus dat is totaal ook een andere stijl. Dus daar zijn we ook wel heel druk mee bezig. Maar misschien dat jullie dat in de over 2 weken gaan zien. Hoe het huis een beetje eruit komt te zien. Ja. Maar voor nu was het echt... ja, we hebben onwijs gelachen eigenlijk. Om het babykamer zo in elkaar te zetten. Het was best wel een werkje in het weekend. Maar en je ziet dat Jules heel veel kleding nog heeft. Wat ze op moet ruimen. Ja, echt. Is inmiddels gedaan. Maar het hebben we nog niet in de vlog laten zien. Nee. Ik denk dat jij wel in de volgende week vlog even gaat kijken. Laten zien hoe het allemaal georganiseerd nu is. En hopelijk is dan ook alles binnen. Zodat het kinderkamertje ook beter kan laten zien. Ja, dat het echt een wel gezellig kinderkamertje wordt. Het is vandaag de dag dat jullie en ik een nieuwe auto mogen. Jules mee, natuurlijk, Mike en Romelia en mama. We gaan nu naar onze auto toe. Je kunt niet zien hoe blij we zijn door het masker, maar... Jules gaat even kijken hoor. Kijk nou, voor de baby's. Kijk nou, twinning is winning. En de baby's. Twee kleintjes erbij. Die vind ik ook echt voor de baby's. We kunnen ze alle drie. Kijk nou. Are you happy? Ja. Ja? En you? Ja. Ja? Kijk hoe mooi het erbij staat. En ook voor de baby's. Had je dat ook al gefilmd? Ja. En ik heb een witte, dus dan kunnen we met z'n drietjes. Drietjes, zo vet. En Jaime en papa zitten alleen maar in de auto. Die zijn niet weg te slaan. Wat is dat met je apps en zo? Volgens mij vindt Jaime het leuker dan Marie, hè? Ga ze hoor. Dit is Chili de car. There he goes. En dit is my car. Een mannetje op het wachten hoor. Ik kom eraan, liefje. Daar gaat ze, Jules. En mama gaat de Reinersauto naar kantoor brengen. Dag Reinersautootje. Nou, dag jongens. Tot straks. Hoe cool is dit? Alles roze. Nou, het is een beetje paars voor de baby. Als ik nu naar het ziekenhuis ga met Jaime, ben ik tenminste wel pink. Met mijn Reinerslippers. We gaan nu naar de McDonald's. Ik wil liefst de hele dag in de auto blijven zitten. Very happy. Verder zie je in deze week vlog dat wij onze nieuwe auto's hebben aangeschaft. Ja, sommigen weten het niet, maar wij hebben eigenlijk 5 jaar een polootje gedeeld samen. Oh, en het kwam natuurlijk omdat we rijden is begonnen, woonden nog bij onze ouders thuis. Toen dachten we, nou, we hebben dan geen 2 auto's nodig. Vonden we belachelijk omdat het om de hoek was en ons werk ook. Maar ja, in 5 jaar tijd is er mega veel veranderd. Ik ben in Haarlem gaan wonen, Jules op zichzelf. Ik moet in het weekend heel veel heen en weer rijden. Dus op een gegeven moment waren we een beetje klaar mee. Nou ja, we hebben het nog, ik denk het laatste jaar, hebben we nog elke keer heen en weer gereden. Elke dag bijna dat ik naar jou naar huis bracht. En waar die bij iemand anders mij weer had opgehaald. Of toen dachten we, nou, we hebben nu zo hard gewerkt, we gaan nog zelf belonen. En aangezien wij wel dezelfde smaken hebben qua auto's, qua vriendjes niet, maar wel qua auto's. Qua auto's eigenlijk wel, ja. Is het wel hetzelfde, alleen de binnenkant. Qua aankleding hebben we iets qua aanpassingen gedaan. Ik heb de diamond stitching, dus meer een ruit. Dat is het enige. En ik zou dus heel graag mijn auto willen laten wrappen in de kleur crème. Ja. Maar daar moet ik nog even een goede partij voor vinden. Dus. Maar dat, ja. Als je kijkt. Jules wil heel graag crème, maar ja, dat was niet de standaard optie. En het werd alleen maar duurder, duurder en duurder. Toen dacht ik, nou weet je, ik hou gewoon heel zwart. Dan is hij tenminste al heel prachtig op zich. En dan kan ik hem altijd nog crème wrappen. Of misschien zelfs wel babyblauw. Ja, en als je er toch spijt van hebt, dan heb je altijd gewoon een goede zwarte basisauto ook nog voor te verkopen ooit. Dus wij zijn er heel blij mee. Missen we onze polo? Ja, nee. Jij wel? Nou, ik vind het gewoon zielig dat hij daar nog zo op het kantoor staat. Al bij hemzelf. Al bij hemzelf. En heel veel mensen gaan denk ik vragen waarvoor geen branding meer met Reinders. Ja. Maar op een gegeven moment, in het begin vond het mega leuk. Maar op een gegeven moment vond het ook een beetje dat we dachten iedereen weet waar we nou zijn. En nou, dat was voor mij meer het enge. Dat als we wel erg waren, dat we dan gewoon berichten kregen van oh jullie zitten nu hier, jullie zijn hier thuis. Allemaal dat soort dingetjes. Dus dat vonden we toch wel een beetje eng worden. Dus ook nu gewoon geen fijn idee dat iedereen weet waar je bent. Dus nu hebben we gewoon gekozen gewoon voor geen branding erop. En dat we gewoon iets meer privé hebben. Maar we houden het autootje wel gewoon voor de sales. Ja, dus we hebben nog steeds straks op de weg, maar dan wel met onze vertegenwoordigers en misschien ook met onszelf af en toe even als we ergens heen moeten. Zullen we vast wel het autootje pakken. Maar ik ben al helemaal gewend aan de auto. Ook voor de kinderwagen, alles past erin. Het, ja, het is zit wel een grote auto, lekker. Maar net niet groot. Dat je denkt, ik vind het eng om in te parkeren. Oh, wat eng, ik schrik me dood. Zat jij opeens daar? Ik denk opeens, wat zie ik daar? Wat zie ik daar in de hoek? We zijn wel heel erg blij. Ik vind voornamelijk de lampjes heel leuk. Ja, de binnenkant. Dat heb ik ook gefilmd. Dat vind ik ook die kleuren. Kan jij dan helemaal aanpassen? Elke dag pas ik hem ook aan mijn kleur outfit. Als je ons vraagt wat voor motor zit erin, geen idee. Als we maar stoelverwarming hebben en een leuk kleurtje in de auto, vinden we het leuk. Nee, maar ik vind het eerlijk. Ik vind die lampjes gewoon echt enig. Zeker s'avonds. En we hebben ook nog een dakje wat open kan. Ja, dus dat is ook ideaal. Dus laatst hebben we lekker een soort van cabrio gereden. Ja, erg leuk.
Good morning. Nu denk ik elke dag, dit kan de laatste keer zijn. Met mijn babybuik. Mijn navel zwelt helemaal op. Uitpuilend. Het is nu 7 november. Ik ben 15 november uitgeweken, jongens. Zo spannend. Maar ze zit er nog steeds in. Zo. Goedemorgen. Ik had net voor jullie ook al een filmpje in de lift gemaakt. Dat ik elke dag nu wakker word met het idee... Oh mijn god, is dit de laatste keer dat ik wakker word met deze enorme babybuik. Echt, ik ben zo benieuwd naar de tijd die gaat komen. En ik weet dat heel veel mensen zeggen, geniet maar van je rust en doe rustig aan. Want nu ben je nog met z'n tweeën. Maar ik kan gewoon niet meer wachten. Jij en ik zijn al 10 jaar samen. Hoe bedoel je met tijd met z'n tweeën? En nu met corona, ja, heel erg leuk. Maar je kan niet op vakantie, je kan niet even leuk met z'n tweeën even ergens weg. Natuurlijk kan je wel naar een hotel of iets ergens in Sandwich Shoe heeft gedaan. Maar ik mag nu op momenteel ook niet meer in de jacuzzi vanwege dat ik eventueel ook nogal ontsluiting kan hebben. Dus nu is het gewoon echt wachten thuis. En ik krijg steeds meer symptomen van mijn rug. Jullie zien me ook niet zo heel vaak meer op kantoor vloggen. Aangezien ik gewoon, ja, ik ga van 9 tot 12 naar kantoor. En verder ga ik echt gewoon de hele dag thuis werken. Wel met chill hoor, dat wel. Maar wel gewoon op de bank en echt in de lichtstand. Want ik trek het gewoon niet meer, maar goed. Het is nu 6 november. Ik dacht 7 november. 6 november. Ik ben eigenlijk 15 november ben ik uitgerekend. Dus helemaal niet zo gek natuurlijk dat ik last heb. En normaal gesproken heb je natuurlijk al lang verlof. En ik doe het echt al rustig aan. Maar ik vind het toch wel heel erg moeilijk. Aangezien Reiners gewoon ons babytje is en ons eerste kindje van mij is Jules. Dan denk je toch wel sneller. Ik ga eventjes langs het kantoor. En dat kan ook prima. Dus ik vlog nu in onze nieuwste auto. Die hadden we ook aan jullie laten zien in de vlog. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben natuurlijk 5 jaar lang samen ons polootje gedeeld. En het werd gewoon nu echt te veel. Jules natuurlijk die met Mike gaat. En die moet ook vaak heen en weer rijden. En ik. Dus we dachten, ja, met onze baby's straks, hoe gaan we dit doen? Dus we hebben eigenlijk onszelf getrakteerd op onze nieuwe auto. Dus we zijn echt super blij mee. We hebben wel hetzelfde. Alleen het enige is dat ik geen stickers heb in de stoel en Jules wel. Maar ja, we zijn natuurlijk tweeling en we vinden hetzelfde leuk. En zwart is altijd goed. Dus ik ga nu, denk voor wel voor de laatste keer naar kantoor. Want het is nu vrijdag. Ik krijg steeds... meer last. Dus ik denk dat dit wel een van de laatste dagen is dat ik echt naar kantoor ga. Iedereen zegt ook van, wat doe je hier nog? Maar ik doe het lekker in ons eigen tempo. En ik draag trouwens de twin zit nog steeds in maat S. Ik vind het ongelooflijk in het bruin. Het zit echt nu het lekkerste aangezien die band onder mijn buik kan dragen. En het gewoon heel draagbaar is. Oké, ik heb nu alweer genoeg gepraat. Ik heb zo'n verloskundige afspraak. Mijn mondkapje heb ik al klaar. En misschien kan ik, ja, ik kan helaas niet zo heel veel filmen wat ik normaal gesproken wel doe. Jij mag niet eens mee. Het moet heel snel aangezien ze niet zoveel man natuurlijk op een dag binnen willen hebben. Dus het is niet zo romantisch wat normaal gesproken is. Maar dat geeft helemaal niet. Ik laat Frankie even thuis vandaag. Ik ga namelijk echt nauwelijks meer bukken. En we hebben iedere keer op te pakken. Het is best vermoeiend. Dus ik ga nu rijden, jongens, naar Sjoeltje. Die is nu haar aan het veunen. En die haal ik dan alsnog op, want de auto staat nog bij mama. Dus dan zijn we alsnog een beetje samen in de auto. Goedemorgen. Ik heb mij even gemake-upt, zoals jullie zien. Want vandaag gaan ik en Mike de kerstboom neerzetten. Hij is al neergezet. Het was een hele makkelijke kunstboom die ik had besteld. Met 3 losse onderdelen die je zo in elkaar kon klikken. En ik moet het nog een beetje allemaal mooi zetten. Maar we gaan dus nu samen de lampjes doen. En ik doe deze oortjes op. Ik vind dat echt hilarisch. En Mike deze das. En dan gaan wij de kerstbomen opzetten. Die zal ik even opdoen. Nu ben ik een kerstelfje. En het leuke is, ik ben naar de Intertuin geweest. En oh my god. Mijn nicht Free, die had het me getipt. Kijk, ik heb deze bal gekocht bij de Intertuin. Ik heb een luipaardbal. Tijger, luipaard, panter. Deze, ook to die for. En dan heb ik deze. In het klein. Deze velvet met de kist erop. Niet echt tijgerthema, maar wel nude. Dus past wel mooi bij. En dan heb ik een hele doos vol met velvet ballen gekocht in het zwart. Is toch niet normaal mooi. En ik heb een paar galaxy thema dingetjes. Dat ga ik er denk ik ook in hangen. Ik heb er maar een paar dingetjes gekocht. Omdat ik dat toch wel leuk vond. Omdat ons, ja, babytje er nog niet is. Maar misschien dan toch een beetje in de boom. Qua gender reveal party doorvoert. Een haarbandje vind ik niet leuk. Dus ik ga nu alle andere oude versiering pakken. Van de lampjes tot alle andere kerstballen. En dan gaan we de kerstboom doen. Ik was even vergeten dat we best wel veel kerstversiering hebben, Mop. Dit hebben we vorig jaar nog bij Jasmijn gekocht. Deze was ik helemaal vergeten in Las Vegas. We zijn natuurlijk getrouwd. Cigars. Dit is allemaal van Jasmijn. Dat is allemaal in de Panther Prints, as you can see. En hier zitten allemaal dure ballen in. En nu moeten we nog de lichtjes gaan doen. Hey Stinky. Die vindt het allemaal maar een beetje gek. Oh, dit maakt het wel het sfeertje, Mopje. Ding, 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 ding. Allebei heb ik die stomme dingen op. Nee, nee. Ja, ja, ja. Bezig met de lampjes. Je hebt jij ding verkeerd om. Ja. Open fire.
We zijn nog steeds met de lichtjes bezig. De eerste lichtjes zitten in de boom. Nu zijn Mike en ik alleen best wel lang bezig met deze knoop om uit elkaar te halen. En eigenlijk wilden we hem al weggooien, maar dat gaan we niet doen. Dus we zijn hier nog mee aan het trekken. Maar goed, we zijn dus dit uit elkaar aan het trekken. Nou, we zijn er bijna. Ik zei het net ook. 4 uur later. Dit is toch echt het allervreselijkste wat er is. Ik krijg het ook gewoon niet uit de knoop. Dus we stinken lekker aan het eten van onze kerstcroissant. Dit is echt het allerergste aan de kerstboom opzetten. En ik had het nog hartstikke mooi opgerold. Maar goed, het is nog steeds een knoop. Een mega knoop. Ik heb je erin geluisterd. Welke keer nieuwe lampjes kopen? Je wilde ze nog weggooien, de lampjes, weet je nog? 10 keer heb ik mijn kerstcroissant gestolen. Ik was heel even snel de muziek aan het aanzetten. Ja, is het lekker stink? Lekker stink. Nou ja, gelukkig vind je het zo lekker dan, hè, de croissant. En de chip. Hey, waar zijn je oortjes? Waar is de joyful? De joyful. Ik denk dat wij straks naar Marie gaan. En dan dat we hier vanavond weer verder gaan. En voor de rest ga ik de kerstboom opzetten. Ik ben echt met Mike echt puntje lang bezig met de puntje lichtjes. Ja, en waarom een zwarte kerstboom? Nou, omdat we hem vorig jaar hadden opgezet. En toen zeiden we nog van, best wel stom het groen met al dat bruine en zwarte ballen. Ja. Dus toen dachten we, nou, let's order a black one. Yes, and I ordered a pink one voor de baby girl. Maar die heb ik dus nog niet binnen. En mijn kerstboom, ja, die bestaat voornamelijk uit, of onze kerstboom, tijgerballen. Lampjes gaan niet zo heel goed uit elkaar. Nee. She heeft altijd wat met de kerstboom. Maar ik ben nu even gestopt. Want ik heb deze dagboek met Marie opgenomen voordat ze wel ineens gaat bevallen in de avond. Dus ik ga zo weer met Mike verder met de kerstboom. Dus jullie zien wel alvast de onthulling. Want... dat hoorde je, hè, voor de kerstboom. Wat was dat? Was het voor de kerstboom? Ja, Mike is nu al klaar met die kerstboom. Ja, mannen vinden het volgens mij vindt niet één man het leuk. Maar ik had ze heel mooi opgerold met de lampjes. Dus ik denk dat je in de volgende vlog voornamelijk natuurlijk wel heel veel babynieuws gaat zien. Maar ook de kerstboomvoorbereiding. En nee, ik denk volgende 2 weken vlog alleen maar over Marie gaat misschien baby. Misschien alle tiende vlog. En jij gaat filmen, toch? Dat ga ik filmen. Marie, als het gaat bevallen, dat je gewoon die fragmenten meeneemt. Niks. Not. Nou, daar heb ik dus helemaal niks aan. Niks. Dus ik mag niet mee door corona nu naar het ziekenhuis. Ik mag niet eens op bezoek. Nee. Dus eigenlijk vind ik het niet zo leuk. We hopen dat de versoepelingen vanaf dinsdag wat beter wordt. En dat we gaan kunnen kijken hoe alles loopt. Misschien, als je tot dinsdag van houdt, zeggen ze wel ineens dat je gewoon weer meerdere mensen nog bevallen. Ja, of het wordt wel zo strenger. Nou, in ieder geval, dus ik ga sowieso zoveel mogelijk proberen te filmen. Maar ik had al uitgelegd, ik zal sowieso zeker ook echt de voorbereiding erheen filmen en daarna ook. Want ik heb nu de vlog van Shanna gezien. Wauw. Intens mooi. Ja. Dus dat moet je gewoon ook op beeld hebben. Ook zou je het misschien niet gebruiken. Dat is ook wel inspiratie voor anderen. Ik kijk er ook naar, dat denk je. Je blijft goed kalm en rustig. En toen op een gegeven moment zegt tegen Tiger, joepie, tijdens de persen. Echt heel veel respect daarvoor. Daar moet je dus, opeens aan denken. Maar dat begrijpen wel dat mensen delen. Maar zelfs zou ik dat vind ik zelf nog iets intiem. Maar ik zal het zeker wel meenemen ook met ik zal het wel delen, denk ik. Maar ik hoop ook wel bij mijn bevalling dat iedereen mee mag. Dat iedereen het ook kan filmen. Want op het moment zelf heb je er denk ik geen zin om te filmen. Of nee. Misschien wel. Misschien denk je van, oh, misschien zit ik wel aan de McDonald's en zit ik te eten en denk, oh. Het is er zo uit. Ja. Maar dat gaan we dus allemaal meemaken. Alright. Hello from me and still the baby. Ik zal nog even mijn buikje laten zien, nu het nog kan. Daar is die popping. Hij gaat nu wel iets meer naar beneden. En dit komt door mijn navelpier zien. Die is helemaal paars geworden. En ik krijg een helemaal blauwe vlek om mijn navel. Dus er staat echt heel veel spanning op. De laatste beeldmateriaal volgens mij wat ik voor jullie heb gefilmd is in de auto. Was ik nog helemaal full in de glam. En smoky eyes. En helemaal nog ready om naar kantoor te gaan. En dat was ongeveer... een paar dagen geleden. Dat was volgens mij vorige week. En eigenlijk sinds deze week gaf mijn lichaam echt aan dat ik gewoon niet meer naar kantoor kon. Dus dat is best lastig voor mezelf. Dat je denkt, ik kan niet meer naar kantoor. Maar ja, ik ben aankomende zondag uitgerekend. Het is dus de eerste week dat ik helemaal niet naar kantoor ben gegaan. Ik ben eigenlijk blijven doorwerken. Wel veel minder natuurlijk. Meestal gewoon alleen in de ochtend tot 1 uur of 12. Maar wel gewoon 3 dagen. Of sommige wel 4 daagjes. En ik mag ook niet meer rijden. Autorijden. Dus nu echt toegeven aan de rust. Dat is ook wel beter voor de baby. Dan komt het ook wat sneller. Maar ik kan niet meer wachten. Maar meestal zeggen ze met de eerste baby dat het wat langer duurt. En ik heb nu echt heel veel last van mijn rug. Dus het is nu, hoe laat? 9 uur volgens mij. En ik lig wel echt al sinds 6 uur in bed. De eerste 2 dagen is dat ik echt in bed ga avond eten. En dat ik echt mijn rust nodig heb. Wat ik aan mezelf merk. Maar goed, het is voor een goed doel. Dus ik lig in bed. En vandaar dat ik ook nog niet zo heel veel gefilmd heb voor jullie. Aangezien ik natuurlijk nog niet zo heel veel doe. En we hebben nog steeds maar 1 camera aangezien. Die andere nog steeds kapot is. Heel erg lui.
sorry. Dus Jules wilde ook niet die camera ophalen om beeldmateriaal te filmen. Omdat ze bang is, als ik ga bevallen, wil ik natuurlijk wel de vlogcamera meenemen. Maar ja, het kan zomaar ook nog 2,5 week duren. Maar goed, we doen ons best voor jullie. We hebben sowieso wel heel leuk vlogmateriaal gefilmd. En misschien vinden jullie het ook niet erg dat het meer gewoon thuis vlogje wordt. Aangezien natuurlijk ook corona is en iedereen zit in de thuissituatie. Ik hopelijk krijg ik morgen mijn kerstboom weer. Ik heb een kerstboom besteld in het lichtroze. Jawel, jawel. Dus je denkt, dat staat ernaast je. Ik heb het avond gegeten en ik wil echt overal ketchup bij. Heel gek. Ik was altijd heel erg ketchup verslaafd, nu weer. Maar ik heb nu wel wat minder suiker. Dus ik ga zo lekker ook druif met crème fraîche eten, had ik opeens zin in. Of aardbeidjes. En ik heb wel echt een mega supporter. Cirietje. Echt, die komt niet van mijn zijde af. Lijkt net of ze wat voelt. En die is echt nog luier als ik. Die ligt echt al de hele tijd bij me. En Frankie is ook echt super lief. Die ligt nu hier. Ik vind hem altijd zo zielig. Dus ik heb nu een kussentje maar op de grond gelegd. Van het bed. Maar die ligt helemaal knock-out. Die ligt dan zo te slapen. Een kleine hummeltje. Dus we zijn nog de laatste dingetjes aan het doen. Je ziet daar een boor. We hebben onze deur eruit gehaald. Die oog is echt veel groter. En die deur stond toch alleen maar in de weg. En ik heb het bedje opgemaakt. En hier ligt mijn sweater overheen. En ik heb echt alle laatste benodigde dingetjes gekocht. Een thermometertje. Een neusschoonmakertje. Wat allemaal. De laatste loodjes. Dingetjes die je nodig hebt. Heb ik gekocht nu. Een voeding BH. Dat had ik nog niet. En naarmate van jullie tips van vorige week vlog. Over mijn kraamtas. Heb ik extra spullen gepakt. En ik heb natuurlijk niet alles gefilmd. Maar ik had al sokken. Heel veel lieve tips. En dextro kreeg ik heel veel als tip. Voor als je even in een dipje zit. Is het heel fijn om te hebben. Dus dat heb ik gehaald. En ik heb nu even een aparte tas voor de baby ook. En heel veel zeiden dat het veel te veel grote rompjes waren. Dat weet ik ook. Maar ik ben zo'n rood dat ik elke maat in elke kleur 4 meeneem. Voordat ik denk, straks is het wel iets fout en moet blijven slapen. En, maar dat is denk ik ook gewoon omdat je een beginnende mama bent. Dat je gewoon alles pakt om maar niet iets te vergeten te zijn. Dus voor de rest heb ik eigenlijk volgens mij alles wel op orde. En ik hoop maar dat ze besluit snel te komen. Je ziet helemaal die rand nu zitten hierboven. Dit kan nog mijn laatste beeld zijn met buik. Het is wel heel leuk als ik dat natuurlijk gefilmd heb voor jullie. En ze is heel erg schopperig, maar dat krijg ik natuurlijk nooit op film wanneer het gebeurt. Helaas heb ik dat niet. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte natuurlijk. Heel veel vragen of ik de bevalling zelf ga filmen. Maar dat ga ik wel doen, maar dat is echt puur voor mezelf. Dat zal ik nooit delen op social media. Maar ik ga wel zeker erheen, als ik daarheen rijd. En daarna voor jullie meenemen. Dus jullie wel een beetje op de hoogte zijn van de bevalling en hoe het is gegaan. En ik ga natuurlijk wel mijn verhaal vertellen. Hoe de bevalling heb ervaren. En of ik nog tips heb ook voor de mama's die nu kijken. Die ook als eerste mama worden en kindje verwachten. Ik had heel veel vragen ook over of ik zwangerschapscursus heb gedaan. Qua puffen of bevalling. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus wish me luck. Ik vind het ook zo spannend dat je dan niet weet wanneer het gaat gebeuren. Dus het kan zomaar zijn dat ik nu al, ik heb nou ook heel veel last van mijn rug, nu al rugwee heb. Maar ja, weet je niet natuurlijk. Volgende week mijn laatste verloskundige afspraak om te kijken als ik dan 40 weken ben wat de planning is. Of ik word gestript of ingeleid of hoe wat. Dus dit was nog wel een vlog met de buik. Dat hadden wij niet bedacht. Nou, het komt natuurlijk zondag online. Wie weet heb ik al de baby, maar hebben we wel nog de vlog geüpload nog met buik. Dus greetings van me en mijn baby Belly. Ik maak altijd grapjes dat ik mezelf niet meer kan zien aan de onderkant. Help! Het is heel vervelend dat je jezelf gewoon niet meer kan zien of kan bukken. Maar goed, het hoort erbij. Verder in deze vlog ga je nog zien hoe ik me voel. Het gaat eigenlijk heel goed, alleen ik heb wel heel erg veel last van mijn rug. Ja. Dus ik heb nu sinds deze week niet meer naar kantoor geweest. Dus ik werk eigenlijk nu vanuit thuis met Jill. Dus vandaar dat Jill ook vaker naar mij toe komt, zoals vandaag. Om even sampletjes. En eergisteren. Om sampletjes aan te passen. Ik ben deze week 39 weken. Dus ik moest nu ook even rustig aandoen. Want we dachten ook wel dat je zou bevallen. Ja, nou ja, dat hoop ik wel. Dus gaat sowieso gebeuren. Dus ik denk dat jullie de volgende week vlog. Het is over 2 weken. Dan denk ik wel bijna zeker dat Marie is bevallen. Want het moet wel. Je moet voor 42 weken bevallen. Ja, anders word je ingeleid. Dus anders word je ingeleid. Dus sowieso is de volgende week vlog alleen maar over mijn kindje. En dan gaan jullie eindelijk de naam weten. Ja, heel veel mensen hadden het wel geraden. Ik bedoel niet geraden. Mensen hebben mij te geraden. Nee, ik bedoel, mensen hebben wel heel veel leuke ideeën. Dus ze zitten wel in de goede richting. Ze zien mij wel meer als een romantisch iemand. Dus dat vind ik wel grappig. Ja. En bij jou hadden ze onder de Instagram ook meer wat stoerdere namen bedacht. Dus dat past ook weer wat bij Marciel. Dus dat vind ik wel heel leuk om te zien. En iedereen vraagt ook, wil je alsjeblieft de voorletters zeggen? Maar dat zeg ik gewoon niet. Nee. En ik weet het lekker wel. Dus volgende week vlog is al about the baby, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Heel en dan heb ik gewoon geen buik meer. Nou, wel een buik. Is. Maar niet zo. Gaan we ook meenemen. Grote. Dus we houden jullie op de hoogte. En jullie gaan vanzelf zien op Instagram als er wel iets is gebeurd qua Marie met de bevalling. Of course, gaan jullie maar op de misschien hoogte. Als het wel een dag met voren voordat de vlog online komt, dat je het nou wel bewaart. Dat je ze naar de vlog moet kijken. Hello! Oh, dat is onze robotstofzuiger. Love, Reiners.
toen even ontzijkeld van de buik. Dus misschien wel naar het laatste moment dat we allebei de buikjes kunnen laten zien. Oh my god. Oh my god. Dus this is the difference. Strike a pose.